Het leger moet gemoderniseerd worden, zodat ze kan inspelen op bestaande en nieuwe uitdagingen. Minister Krishnakumari Mathura van Defensie zegt dat ondanks de vele schulden van de overheid, innovatie binnen het leger nodig is. Op dit moment is het proces van innovatie urgent om de veiligheid in het land ten allen tijde gewaarborgd moet blijven. Ja, de uitdagingen hebben we al. We hebben een uitgestrekt binnenland waar overheidsgezag nauwelijks aanwezig is en waar er heel veel illegaliteit plaatsvindt. Aanwezigheid van militairen in het binnenland gaat een preventief effect sorteren. Dus daar zijn we nu bezig mee ons voor te bereiden. We hebben grenzen. Meer dan 500 kilometer grenzen. Daar hebben we ook het leger nodig voor de grenscontrole. Maar niet alleen fysiek manschappen, maar ook bevoegdheden. Dus daar moeten we op gaan focussen. We hebben voor de kust natuurlijke hulpbronnen gevonden. Er is heel veel illegale visserij. Dus we moeten dat ook beschermen. Dus daar moeten we dan onze leger daarvoor gaan trainen en middelen gaan genereren. Misschien niet nu, maar over een paar jaren moeten we die middelen hebben, zodat ons leger equipped is om daarop te kunnen inspelen. Daarnaast natuurrampen. We zien elke keer bijvoorbeeld dat gebieden overstromen, dat mensen last hebben van wateroverlast in de wereld, nemen natuurrampen toe. Dus dan moeten we ook kijken van hoe gaan we het leger zodanig toerusten en uitrusten dat ze in staat zijn snel capaciteit beschikbaar te hebben om interventies te plegen en ondersteuning te bieden. Zo zijn er een aantal zaken waar we zeggen van het leger moet getraind worden. Ook bijvoorbeeld conflicten. De wereld zien we dat er terroristische aanvallen is, een heel ander concept van conflicten. En wij moeten voorkomen dat dit soort dingen in Suriname plaatsvinden. En daarvoor heb je een sterk en innovatief en modern leger voor nodig. Tot zover minister Krishnakumari Mathura van Defensie. Ze benadrukt dat Suriname als land zich moet gaan voorbereiden op de toekomst. Daarom is het meer dan nodig dat er gekeken wordt naar hoe de capaciteit van het leger en hoe deze zo goed mogelijk kan worden ingezet.